Dag allemaal, je komt net van de middelbare school en je gaat binnenkort beginnen aan je studentenleven, maar je hebt eigenlijk nog geen idee hoe je dat gaat betalen. Tenminste, sommigen hebben misschien rijke ouders, maar de meesten gaan geld lenen van de overheid. Ik ga bij deze introweek in Leiden eens even aan de studenten vragen hoe ze eigenlijk denken dat dat allemaal werkt. Leen je geld? Nog niet, maar aankomend jaar wel. En van wie leen je dat dan? Van de overheid. Nou, nu toevallig wel een beetje voor mijn aankomend collegejaar. Nee, van de overheid. En mijn ouders helpen een beetje. Van wie leen je dan? De overheid of zo. Waar, bij een stufie. Je ouders geven jou een stufie. Waarom leen je het niet van de overheid? Ja, waarom wel? Omdat ik het niet nodig heb. Enig idee of je dat ooit nog terug moet betalen? Ja, tuurlijk. Wanneer dan? In 25 jaar. Volgens mij binnen 20 jaar. Ja, binnen 35 jaar. Ik heb 35 jaar gehoord, ik heb 15 jaar gehoord. Ik heb nooit gehoord. 30 jaar. Hoeveel mag je bijverdienen als je geld leent, weet je dat? Uit mijn hoofd niet, maar volgens mij is het wel een fors bedrag. Verdien je ook nog bij? Ja, ik werk ook. En hoeveel mag je maximaal bijverdienen, weet je dat? Nee, weet ik niet. 14.000 euro per jaar. Je mag dus onbeperkt bijverdienen naast je lening, want de bijverdiengrens is namelijk afgeschaft sinds vorig jaar. Vervolgens heb je 35 jaar om deze lening terug te betalen, wat veel langer is dan de meeste hypotheken. Sommige studenten wisten het al, maar je kan je natuurlijk niet goed genoeg verdiepen in de materie. Dus check sowieso even het Young Capital blog voor meer informatie. Dag allemaal. Woe!